Hallo kijkers en welkom terug na een hele lange tijd. Ik dacht van ik doe even een random video. En ja, ik hoop dat de kwaliteit een beetje goed is. Het is wel een grote spel. Het is VTB ook wel genoemd. VTBeat, Unleash. Ik doe dat ook met een paar maten van mij. Ik zit nu een beetje zo'n beetje te kijken op deze 3 servers een beetje. Het is eigenlijk een modpack met heel veel machines. Je kan ovens maken, zonnepanelen kan je maken. Je kan olie laten pompen. Je kan echt de gekste dingen kan je doen. Dus ik laat jou vandaag even zien wat je een beetje kan doen. Ik heb een kleine basis opgesteld met een paar andere vrienden, maar die zijn helaas vandaag niet online. En ja, ik ga even een beetje kijken als ik verder kan komen. Ik ben gisteren nog wel een beetje bezig geweest, maar ja. Oh ja, in ieder geval sorry voor de andere video's dat ze niet verder zijn gegaan. Dat ligt ook eigenlijk aan de owner van de server wat ze eigenlijk zal bouwen. Het ging de hele tijd switchen naar Kingdom Faction. Dus ja, ik dacht van oké, ik stop er wel even mee. Daarom nu even een random video. En in ieder geval, ja, geef een like als je nog meer van deze video's wil. Ik hoop dat we deze keer de 100 likes kunnen halen. Dan krijgen jullie sowieso ook meer van deze video's. En ja, daar gaan we. Het is een beetje laggy. Maar dat komt omdat hij een beetje te groot is. Oké, hier zijn we. Dit is mijn kleine huisje die ik tot nu toe heb gemaakt. Dit zijn de machines die je hebt. Even kijken. Video-instellingen. Ja, alles staat eigenlijk wel goed. Nou, dit is eigenlijk een generator. Hier gooi je kool in en dan kan je gewoon letterlijk alles krijgen. Van kool dus. Ja, ik was eigenlijk bezig met een zonnepanelen te maken. Maar in ieder geval, als we op E drukken, heb je hier een extra balk naast. Too many items is dit volgens mij zo uit mijn hoofd. Nou, hier heb je al die machines wat je allemaal kan maken. Je houdt je muis op een icoontje, je drukt op R en je kan precies zien hoe je het moet maken. En zo kan je de hele tijd doorgaan. Dat is best wel handig. Ik hou van deze modpack. Ik spreek het heel vaak met mijn vrienden en alles. En hier heb je ook verschillende oorlogsgroepen. En die laat ik ook gelijk even zien. En ik ga sowieso zo even mijnen met jullie. Oh ja, deze trees, ook wel gezegd deze bomen, dat zijn rubber trees. Daar maak je gewoon letterlijk rubber mee, even kijken als ik dat heb. Jullie zien het hier al, koper, nou, leader ore, iron, kennen jullie wel, diamond ook. Ja, force, grim, en al die shards, ook allemaal nieuw. Ik denk dat ik wel de link van deze launcher in de beschrijving zou zetten. En ja, ik hoop dat ik jullie dan ook hier zie. Even kijken. Ja, dat is rubber. Goed. Nou, die kunnen we wel überhaupt wel gebruiken. Gaan we even hier naartoe. Oh, hier. Rubber. Als je deze hierin stopt, krijg je dit eruit. En dan kan je letterlijk kabels van maken wat hieronder ligt. Ik kan het wel laten zien. Wat daar ligt. Dat zijn kabels. En ja, die zorgt ervoor dat de machine blijft draaien. Nou, hier zilver oor. Ook altijd mooi. En ja, ik weet niet zeker als ik nu in de mijn moet gaan of dat nog niet. Ik denk het wel. Gooi YOLO. Maar ze hebben hout nodig. Verkoop pakken. Het is wel een beetje serverlag hier, maar het is ook een modpack met 123 mods. Dus ja, nog wel groot, maar hij is hartstikke leuk. Oh, verkeerde kant. Zo ja. Van dan zie ik even dat het hetzelfde. Nou, ondertussen maken we even een nieuwe pickaxe. Ik hoop dat jullie de muziek een beetje leuk vinden. Het is niet van mezelf. Ik heb het gewoon van YouTube letterlijk af. Ik heb geen muziek meer. Dat vind ik wel een beetje jammer. Maar ja, het is niet anders hè. Cool wel. Ook een paar toortjes bij. Nou, dan gaan we erbij in. Dus
zijn ook andere biomes waar je terecht kan komen. Twilight en nog een paar andere. Nether is ook helemaal anders. Er groeien nu zelfs bomen. Ik hoop dat je deze modpack wel kent, want ja, ik ken deze nog niet helemaal heel erg goed. Ik denk dat ik het wel eens een keer samen ga opnemen met iemand anders. Maar voor nu doe ik het even alleen. En in ieder geval, ja, ik hoop dat jullie het nu naar je zin hebben. Ja, ik ben al één keer dood geweest. Oh ja, rechtsbovenin zien jullie ook een minimap. Dan kan je precies zien bij alle caves zitten. Het is geen hack of wat dan ook, dit zit gewoon bij de modpack in. Het is hartstikke handig, iedereen hier op de hele server heeft het. Ja, het is eigenlijk best een rustig server, maar ja, het is wel leuk. Kijk als we dat zijn recharge. Dus die schrik als je dat ziet. Zijn mooi verbeterd. Oh ja. Alle. Oh, dat had ik. Ik weet nog steeds niet wat je ermee kan. Maar een beetje vol hebben. Diamonds kan je ook heel handig en snel vinden hier. In ieder geval, ik maak er niet zo'n hele lange opname van, omdat het weer de eerste keer is. En ja, de volgende keer ga ik sowieso met een paar vrienden opnemen. Dan zie je hun ook, zet ik de kanaal van hun, dan schrijf ik er ook wel bij als je hun wilt volgen. Het zijn ook hele goede YouTubers. De beste die ik ken in ieder geval. Nou, even kijken als hier nog wat is. Nee, ik heb het niet. En zet u in ieder geval in de comments van wat ik de volgende keer moet maken. Of wat dan ook. Want het blijkt me best wel leuk om voor jullie wel bepaalde dingen te maken. Nou, dan maken we onze eigen gang maar. Oh ja, en deze. Nou, in deze modpack kan je behoorlijk veel iron vinden. Ik heb meer dan 16 stacks van iron gisteren gevonden. Dus ja, als je iron nodig hebt, je hebt nooit genoeg. Ja, eigenlijk best wel te veel in deze modpack. Wat meestal het moeilijke is om te zoeken, dat is diamonds. Maar als je hier gaat foten, dan krijg je gewoon sowieso 3 diamonds. Dus kan je gelijk een pickaxe maken. Kan je gelijk een lekker minen. Nou, we zijn er bijna. Ik zie al een hele grote cave op de map. Oh, wat hebben we nou voor ons? Oh, nog meer iron. Altijd handig om te hebben. Zo, we hebben nu in ieder geval 23 iron, best wel genoeg. Oh, dit is zilver. Ook al. Nou, altijd die mops nog. Maar ja, die veranderen ook niet. Er zijn wel nieuwere mobs hier. Alleen die kan ik nu niet laten zien omdat ik daar nog niet, geen toegang voor heb. En dat laat ik wel in een andere aflevering zien. Wow, dat is best op hier. Waarom ga ik nu daar goed omhoog? Ik zou het nog zo. Thank you.
Oké, hier is iemand al geweest. Zo het ziet. Nou, ik denk dat ik hier nog even lekker doorheen ga. Hij heeft wel veel overgeslagen. Hier zit nog een stripmijn van iemand. Ik denk het wel. Hey, Lidoor. Nog meer Lidoor. Oeh, dat scheelt niks. Nee, die laat het mooi zitten. Hey, goud. Oh ja, by the way, dit lijkt behoorlijk veel op diamonds. Ik denk eerder gezegd dat jullie dat dan ook denken. Maar het is niet, het is gewoon zilveroren. Het is eigenlijk niks waard. Maar ja, het is wel leuk om te hebben. Je kan er op een gegeven moment later wel wat mee. Nou, dat laten we mooi zitten. Er is een beetje te veel van. Oh ja, en linksbovenin wat jullie net zagen, dat is het hielballetje. Dat ziet er ook best wel epic uit. Laat het niet. Ik kan daarvan de spul nog heel veel vinden. Nou, ik denk dat ik zo weer naar huis ga. Om even de spul weg te leggen. Het is nog best wel irritant om daar te mijnen. Je weet maar nooit wanneer lava eigenlijk op niet zit. Dan laat ik jullie nog één ding zien. Ik hoop dat hij het doet. Kijk, als hij het doet. Of zit hij hier? Dat is de vraag. Even kijken, want het maakt niks uit. Ik weet eigenlijk helemaal niet als hij erin zit. Ja of nee. Nee, hij zit hier niet in. Dat is wel jammer. Want dan kon je bepaalde oors in tweede laten strijden. Nou, in ieder geval, dit was een kleine view van wat ik nu allemaal hier heb. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Zet iets leuks in de comments. Wat ik eigenlijk moet bouwen of überhaupt moet maken van qua apparaten. Want het is wel leuk om gewoon voor andere mensen een beetje bepaalde dingen te maken. In ieder geval geef een like. Abonneer even op deze kanaal. En wie weet, als we een bepaald aantal likes halen, dan komt er weer een video online.